Ik ben Klazina Roken en wij verzorgen cateringgebeuren in de school voor de 23e Truckersdag. We beginnen 's morgens om 8 uur. Dan komen er 1000 broodjes langs en 450 krentenbollen. Die gaan we allemaal smeren en beleggen. Maken we 375 lunchpakketten klaar. Die gaan mee met de chauffeurs en de gasten in de vrachtauto's. Die brengt het Rode Kruis daar naartoe. En dan gaan wij de tafels allemaal klaarzetten in de school voor 500 gasten vanavond, voor de feestavond. Eerst hebben we een koud buffet en daarna een gezellige avond met muziek. Gert Simmers komt optreden, dus dat duurt tot ongeveer 10 uur. Het is fantastisch. Ja? Het is, die mensen hebben zo'n prachtige dag, en, voor jezelf ook. Ja. Het kost je een vrije dag, maar ja. Je poetst die auto op en iedereen is blij. Ik ben Jannie Kers en ik doe voor de 23e keer mee. En onze gasten zijn, dat zijn allemaal mensen uit hier, uit Heerde en omstreken. En ja, ze zijn altijd heel blij als ze in de vrachtwagen zitten en zwaaien. En het is hun dag, want ze zijn er al weken aan voren tijd, zijn ze al aan het, zijn ze er al druk mee. Ja, welke auto zit je? Deze. Heb je die uitgezocht? Ja. Waarom? Dat er een slaapplek in zit. Ga je slapen onderweg dan? Nee, dat mijn broertje bij in zit. Ik ga foto's maken. Voor? Voor mijn vriend. En die, wat is die? Die is vrachtwagenchauffeur. Die rijdt mee vandaag. Er zijn er wel weer die van begin af allemaal meedoen. En er zijn ook wel weer nieuwe bijgekomen. Maar de meeste, er zijn ook een heleboel die al van begin af wel meegaan met de groep. Ja, met de stoet. Ja, maar ze zijn altijd heel erg blij als je die lachende gezichten ziet. En dan, wij gaan ook altijd even kijken. En dan is het wel dat je zegt, van waar, dan weet je waarvoor je het doet. Grote potten bier om drinken. Ik heb er zin aan, ja. Waarom? Wat vind je zo leuk eraan? Mooi van de uitzicht genieten en zo. Dat is van televisie, hè? Okay. Ik vind het hartstikke mooi, dat wel. Maar ik heb mijn moeder mee. Ik mis mijn zwager en mijn moeder. Ze zit alleen in ziekte met. Ze gaan stappen in de sportlaan in, bij de sportlaan. En dan gaan ze naar over het dorp heen. En dan gaan ze richting Wapenveld. En dan Wapenveld richting Vorchten. En dan daar hebben ze een pauze aan de Breeweg. En dan gaan ze weer, stappen ze allemaal na de pauze weer in de auto. En dan gaan ze naar via Veessen richting Achtersteweg, Engweg. Of Wezenweg, Engweg of Wezenweg en de Mussenkampweg, Rijnsburglaan, Riemsdijklaan. Dan gaan ze weer naar de klok en daar komt de muziek ervoor. En dan gaan ze weer via richting dorp. Naar het industrieterrein om daar weer uit te stappen. Welke muziek kruipen ze doen mee? Vandaag is het Soli die meedoet. En anders? Anders om de beurt, de ene keer, ene jaar is Soli en het andere jaar is Wilhelmina. En, die hebben... en in Veessen is dan de Vivo van Veessen is ervoor. Ja. Kunt er niet omheen de Truckersdag? Nee, zeker niet. Er zijn wel eens heel mopperende mensen die wel eens heel lang moeten wachten aan de weg om over te kunnen steken of iets dergelijks. Ja. Ja, wat heb je de weg? Wie doet de beveiliging? De politie en de motorrijders. Ik ben Ab van den Brink van de Dalia Vereniging Heerde. Wij zijn hier in de scholengemeenschap een bloemen opsteken. En wij proberen hier voor vanavond of wanneer de mensen komen een beetje gezellig te maken met onze bloemen. En dit is ons de laatste die wij nu hebben gemaakt. En hoeveel doen er vandaag meegewerkt? Ik heb er geloof ik wel 18 geteld die er aanwezig waren. Ja, dat is prachtig. Mooie dag. Heerlijk, we genieten ervan. Voor de stoet uit en dan de eerste mogelijkheid de weg afzetten. Leuk? Ja. Hoe heet je? Sylvia. Ja, zeker. Is dit de nieuwste TomTom? Dit is de nieuwste TomTom. Ja. Waar ben jij van? Waar ik ben van vlees en bloed. Welke club? Van de club, gewoon vriendenclub. Ik vind het hartstikke mooi. Het is de 23e keer, dus... Zo, je bent vanaf begin mee. Ja, ja, ja. Succes. Oké, bedankt. Ik ben Lisanne Verhaalte. Nou, en wat is je rol? Alle gasten even in de vrachtwagens zetten. Ze hebben ook wel voorkeur voor verschillende kleuren vrachtwagens. Ja? Ach, eentje wil graag in een rooi, de ander wil graag bij Van Houten. En nou, dat maakt niet uit. Kan allemaal.